Ik sta hier voor de UB. Achter mij wordt geflyerd voor de Passion Week. Wat is de Passion Week? Ik weet het ook niet. We gaan er nu achter komen. Waar flyer je precies voor? Ik flyer voor de Passion Week, waarin we lezingen hebben, 's middags en 's avonds, over een christelijk onderwerp. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat we denken dat het belangrijk is om het goede nieuws dat wij hebben, niet alleen maar voor onszelf te houden, maar juist ook te delen met andere mensen. Begrijp ik het goed dat je dan eigenlijk mensen een kans wil geven om het zelf uit te zoeken? Ja, ik wil ze handvatten geven om zelf inderdaad die zoektocht aan te gaan. Nou, dan wens ik je heel veel succes. Okay, dit is de locatie voor de lunch. Ik krijg zo meteen een lunchpakketje, of eigenlijk ik krijg er twee, want ik ben een grote jongen, zei ze. Dus we gaan kijken wat het is. Het praatje is nu voorbij. Ik ben benieuwd wat de mensen ervan vonden. En ook of ze via de flyers hier zijn gekomen. Ja, bij mij is het via de flyer geweest. Ben je ook gelovig? Nee, ik ben niet gelovig. Nee, helemaal niet. Dus dit was voor jou een aanleiding om wat erover te leren? Ja, precies. Wat vond je ervan? Ja, wel interessant op zich. Denk je dat dit initiatief werkt of is het een druppel op de hete plaat? Ik geloof dat het initiatief werkt. Want ik heb sowieso al deze week meerdere keren gezien dat er mensen komen, mensen gesprekken over aangaan. Dus wat dat betreft denk ik van ja, er gebeurt wat. En mensen worden aan het denken gezet.